Oké. Okay. Ja, alsjeblieft. Ja, doei. Oké, het is niet gelukt. We mogen niet zomaar naar binnen hier. Hadden we misschien net iets anders moeten regelen. Maar ja, weet je, dan gaan we nu naar de andere. Yo, we zijn hier water binnen, jongen. We gaan nu beginnen. Let's go! Boom, ja boys, helaas. En girls natuurlijk. Het moet er altijd bij zitten. De ketting is erop. Dus we gaan hem gewoon erop zetten. Let's do it. We zijn net gesplitst. Uitgesplitst met de anderen. We moeten nu lekker fietsen. Naar Leiduin. Nog een stukje fietsen en dan hier zie je Leiduin. Daar gaan we dus naartoe. En daar zal ik zo meteen nog wat meer over vertellen. Hier waren we dus een stuk te ver doorgereden. Daardoor moesten we weer helemaal terug. Dus we zijn helemaal langs het zuiden van Leiduin geweest. En toen moesten we terugrijden naar het noorden. En wat er daar gebeurd is, dat zie je zo in het filmpje. Deze brug is een natuurbrug voor alle dieren in de waterleidingduinen, zodat ze kunnen oversteken. Omdat het daar te druk was. Okay. Yes! Ja, alsjeblieft. Ja, doei. Oké, het is niet gelukt. We mogen niet zomaar naar binnen hier. Hadden we misschien net iets anders moeten regelen. Maar ja, weet je, dan gaan we nu naar de andere. We zijn in ieder geval in de buurt geweest. Water zuiveringsprocessen. Jammer dit. Ja. Heel jammer, ja. Gaan we nu naar de rest van de groep. Hier nog een mooi shot van de waterleidingduinen. We zijn nu aangekomen in de waterleidingduinen. Zoals je hier ziet, zijn we hier het eerste infiltreermiddel tegengekomen. En we gaan nu even doorzoeken hier. We zijn nu in het infiltratiegebied. Ja, en we zoeken naar een boswachter of dergelijk, die ons meer informatie... Hallo meneer. Hierachter en wat doet? Kunt u dat dan? Ja, dit is een stuw. Die regelt het water eigenlijk wat er eigenlijk de toevoersloot doorstroomt. En daar kunnen we eigenlijk bepalen hoeveel water we eigenlijk in het infiltratiegebied hebben. Ja, hier hebben we dus weer een sluis. Ja, en zoals je daar ziet, het NAP is nu iets van 6,85. En hier regelen ze dus weer hoe hoog het water in het gebied is. Ja, dat zei Gerbrand later ook al. Ja. Hallo, hier zijn we weer. We zijn nu midden in het infiltratiegebied. En hier gaat dus al het water door de duinen. Ja, en zo wordt het gefiltreerd. En dan wordt het daarna nog een keertje gefilterd en dan kunnen wij het drinken. Ondertussen hadden wij een interview met mevrouw Ehrenburg. Ze wilde liever niet op de camera, maar ze heeft heel veel verteld over de waterleidingduinen. En dat zie je in ons verslag. Hiermee rond ik ons filmpje af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik hoop dat het informatief genoeg was. Doei!